Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de wekelijkse jongerenpodcast waar we elke week twee bijzondere gasten ontvangen. Deze week in de uitzending hebben we Hussein Suleiman van Daily Paper en we hebben Fatima Azehzeh van Stone Stories. We gaan het gesprek aan over identiteit en creativiteit. We gaan de straat op met de straatpraat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal. Fatima, ik ga met jou beginnen. Kun jij jezelf voorstellen aan de kijkers en luisteraars thuis? Nou, ik ben Fatima Azehzeh, 34 jaar, woon in Amsterdam. Inmiddels 11 jaar eigenaar van advies- en projectbureau Jan. En wij bedenken conceptuele producten voor de stad Amsterdam. In teken van duurzaamheid, ondernemerschap en talentontwikkeling. Oké. En je bent daarnaast ook bezig met sieraden, kan ik kloppen? Ja, sinds 2015 heb ik in principe van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja. Hoe heet het bedrijf? Stone Stories. Stone Stories. Ja. Wanneer kwam je op het idee om voor jezelf te gaan starten? Eigenlijk direct tijdens mijn scriptietijd. Ik werkte toen als producent en hoofdeducatie voor het Rozentheater in mijn laatste jaar. En ik zag daar iets geks gebeuren. Ik dacht van, nou, we maken eigenlijk programma's voor de stad Amsterdam. Maar we kregen maar één doelgroep binnen. De blanke doelgroep. Toen dacht ik, nou, er gaat iets mis. En veel gesprekken gehad intern en teruggegaan naar school. En ik had dit verteld tegen mijn scriptieleider. En die zei van, waarom maak je geen ondernemingsplan? Waarom ga je het niet zelf doen? Ja. Dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een hele slimme. Dus mijn scriptie werd een ondernemingsplan. En toen ben ik eigenlijk vanaf de schoolbanken gewoon meteen doorgegaan. Ja. En wanneer kwam je erop om het sieraden wat te gaan doen? Ja, dat kwam in 2015, toen ik voor het eerst in Marrakesh was. Kun je nagaan, al de eerste keer. Ja. En we hadden een soort mini-roadtrip gedaan door het zuiden van Marokko. En ik dacht, wauw, er ging een wereld voor me open. Ik kom zelf uit het noorden van Marokko. Dus dat soort ambachtelijke sieraden, dat zag ik bijna niet. Dat heb ik heel erg. In het noorden zie je eigenlijk best vrij weinig van de Marokkaanse identiteit. Ja, heel erg. Terwijl het zuiden is eigenlijk heel authentiek. Absoluut. Dus in het noorden is het heel erg Spaans georiënteerd. Ja. Ook helemaal geen musea te bekennen. Dat heeft natuurlijk te maken met de voorgeschiedenis die we hebben gehad. Maar het zuiden, daar zit zoveel cultureel erfgoed, heel veel ambacht. Ja, toen opslag verliefd op sieraden. Ja. Zo begon het. Waarom sieraden? Nou ja, ik vind dat sieraden... Nou, ik zag altijd sieraden achter het glas. En toen dacht ik, hoezo? Is het zo duur? Ja. het is heel duur. Ja, ja. En inmiddels kan je geen amber meer krijgen in Marokko. Maar toenertijd nog wel. En dat was, dat is natuurlijk van waarde. De steen, ja. Ja. En toen had ik echt de helft van mijn spaargeld opgemaakt om een 100% amberketting voor mezelf te kopen. Wow. Want ik vond het zo mooi. Ik vond, ik vond het een beetje mystiek. Een beetje onbereikbaar vanwege ook de prijs. Ja. En toen gewoon in gesprekken geraakt met ambachtslieden. En die vertelden de voorgeschiedenis, maar ook over hoe dat gemaakt werd. Echt volgens Joodse ambachtstechnieken. Ja. Nou, terug in een vliegtuig dacht ik, nee, ik moet hier iets mee. Ja. Ja. En, zo snel kan het gaan. Ja, maar ik bedoel, hoe gaat het dan verder? Ik bedoel, je bent nu 2 jaar verder. Ja, ja. Het heeft ook wat, want je hebt natuurlijk de stenen, of tenminste, je hebt het allemaal ervaren. Ja. Maar toch, je hebt toch wel wat gedaan met identiteit. Ja, absoluut. Tenminste, ik kwam terug en ik wist eigenlijk dat ik heel veel niet weet. Ja. Ik had natuurlijk wel de interesse om iets te gaan doen met sieraden, maar ik wist wel van, ik ken mijn hele voorgeschiedenis niet. En toen kwam ik terug, heb ik de minor culturele antropologie gevolgd. En dan mocht je onderzoek doen, een vrije keuze. En toen zei ik, nou, naar mijn voorgeschiedenis, naar de MSG. Ja, nou... Ja, en toen weer verliefd. Ik dacht, wauw, ik kom gewoon van zulke sterke mensen. Ja. En ook voor het eerst in contact geraakt met inheemse feminisme. Dus eigenlijk pre-islam. Ja. Dat eigenlijk binnen de Noord-Afrikaanse volk eigenlijk de vrouw heel veel aanzien had. Ja, ook zelfs in taal. En toen begon eigenlijk mijn identiteitsproces. Ja. Was best wel pittig. Ja? Ja, want ik dacht mezelf te kennen. Oké. Okay. Maar je leerde jezelf eigenlijk doordat je in het stof dook eigenlijk. Ja, misschien moet ik een heel concreet voorbeeld geven. Ik was toen de tijd gevraagd voor Zizo Marokko voor een kindertentoonstelling in het Tropenmuseum. En er zou een kindertentoonstelling komen over Marokko voor kinderen en met 4 routes. Ja. Nou, route theater, route muziek. En ik had de route mode. En toen zei ik, ja, maar voordat ik
ga meedenken en meecreëren met de tentoonstelling, wil ik teruggaan naar Marokko. Ja. En dat heb ik gedaan met mijn vader. Dus ik heb tegen hem gezegd, neem al je oude foto's mee en we gaan weer terug naar jouw geboortestad en jij leidt mij rond. Dus jij gaat mij alles laten zien. Waar je bent geweest, waar je bent opgegroeid. Wat een hele emotionele reis was dat ook geweest. En toen dacht ik bij mezelf van, ik heb me eigenlijk heel westers verder ontwikkeld hier in Nederland. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Heel veel over de Noord-Afrikaanse cultuur heb ik niet meegekregen vanuit huis. Nee. Ik wist wel waar ik vandaan kwam. En we gingen heel vaak naar Lusima, de geboortestad van mijn ouders. Maar verder dan dat kwam ik niet, weet je wel. En toen begon ik steeds dieper en dichter bij mijn eigen identiteit te komen. Het voelde een soort van bevrijdend. Ik kwam weer terug met hele andere inzichten. En het mooiste, dat is het concrete voorbeeld die ik je wil geven. De regisseur die zei van, ja, als je nou zou moeten kiezen, wie is Fatima dan? Ben je Nederlands of Marokkaans? Dat was voor het eerst in mijn leven, vrij oud, vrij laat, dat ik zei, ik ga geen antwoord geven. Het is te simpel, die vraag, weet je wel? Ik heb een meervoudige identiteit. Ik ben niet alleen Marokkaans of Nederlands. Nee. Het is, weet je, veel breder. En toen begon het eigenlijk intern bij mij van, je bent nu aan het veranderen. Je bent nu aan het transformeren. Dat je juist niet meer gaat kiezen. Je bent alles. Ja. Herken jij jezelf, Hussein, in dit verhaal? Ja, wel deels. Zeker. Ik denk, ik heb zelf ook een route afgelegd om meer te leren, meer te weten te leren komen over mijn eigen identiteit. En dat is wel bij mij, ik denk, iets eerder gebeurd in mijn leven. En, maar ik denk dat dat voornamelijk komt omdat ik ben opgegroeid in Herugowaard. Ja. En in Herugowaard waren dus 5 Somalische families in het hele dorp. Wow. En die zochten elkaar natuurlijk op. Ja. En die zie je eigenlijk, in de moskee zie je ze. Ja. Wij gingen naar de Marokkaanse moskee. Dus daar zie je ze. Maar je ziet ze ook bij elkaar op visite. Ja. Dat werd op een gegeven moment werd dat gewoon je familie. Ja. Omdat je van onze familie is dat eigenlijk verspreid over de hele wereld. Ja. En via hun kom je eigenlijk wat meer te weten over je eigen tradities en je eigen cultuur. Dat wordt, bij ons werd dat niet een soort van geleerd of zo. Het is niet, oh, jij bent nu 12 jaar? Oké, dit is wat wij doen wanneer je gaat trouwen. Dit is wat wij doen met precies. Al die culturele tradities, daar krijg je geen les in. Dat ervaar je. En daarin merkte ik dus ook dat daar ook best wel veel verschil in ligt in verschillende families uit Somalië. Absoluut. Dus dat er niet één homogeneze stroming is van cultuur en traditie, hoe je dat uitvoert. Dat daar veel meerdere routes liggen. Ja. En vond ik wel mooi. Ja. Fatima, jouw merk heet Stone Stories. Mm-hmm. Hoe ben je op die naam gekomen? Nou, als je kijkt naar onze sieraden, dat is puur gesteente. Dus allemaal oude materialen, oud zilver, edelsteen, ambersteen. Vandaar de Stone Stories. Maar we zijn ook echt een storytelling brand. Dus ik vind het, verkoop is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar het is net zo belangrijk als dat stukje storytelling. Dus voor mijn eigen generatie, maar ook voor de jongere generatie, dat ze wel weten waar ze trots op kunnen zijn. Ja. Waar ze eigenlijk daadwerkelijk vandaan komen. Is dat ook misschien iets van nu, van deze tijd? Dat je eigenlijk bijna wel een verhaal moet hebben om een soort van product te kunnen verkopen? Ja, het zou zeker kunnen. Storytelling wordt steeds belangrijker. Ja. In mijn optiek is het eigenlijk altijd belangrijk geweest. Alleen we worden wakker. Marketing wordt anders. Ja, zeker. Social media wordt steeds belangrijker gevonden. Dus een soort van tweedimensionaal communicatie is niet meer interessant. Nee. Mensen lezen minder. Dus we doen veel meer met beeld. Klopt. En wat ik wel interessant vind, maar je hebt gelijk, dat is wel een beetje van de laatste jaren. Dat we, dus weet je, er worden masterclasses voor georganiseerd. Maar ook heel reclamebureaus en marketing. Die zitten echt op storytelling. Ja, wat ook een stukje identiteit is. Zeker, ja. En dan kom ik ook bij mijn volgende vraag. Ja. Van wat betekent identiteit voor jou? Nou, heel lang betekende identiteit voor mij een proces van zijn. Je bent het, punt. Ja. Weet je wel, je bent geboren, je komen mijn ouders vandaan, dus dit ben ik. En naarmate ik ouder werd, dacht ik, oh nee, helemaal, het is een proces in wording. Dus ik ben continu de Fatima van
10 jaar geleden. Dus toen ik toenertijd Fans Productions oprichtte. Is compleet anders dan nu. Ja. Weet je wel, dus het zit hem natuurlijk deels in de roots, in etniciteit. Ja. Ja. Maar wat ik al zei, weet je, we zijn allemaal, niet alleen ik, maar meervoudige identiteiten. Dus ik link mij ook aan mensen, aan plekken, aan verhalen. Weet je, dus identiteit is complex, tegelijkertijd fascinerend. Dus ja. je kan het niet vastgrijpen, vanuit mijn optiek. Nee. Zonder identiteit dan ben je eigenlijk een nobody. Ja, ja, en ook wel nu ik het kan vergelijken, hè, het leven dat ik niet wist waar ik vandaan kwam, of überhaupt het woord MSIG, waar kwam het nou vandaan en waarom vrij mens? Ja. En nu ik dat wel weet, dan denk ik, wat een gemiste kans of zo, weet je wel? Want het is zo'n rijke geschiedenis. Ja. En heel vaak hier in Nederland is het best moeilijk, hè, om met twee nationaliteiten te leven, omdat we... Nou ja, nu ga ik een beetje generaliserend praten. Maar je voelt je niet altijd even thuis, zal ik maar zeggen. Ja. Terwijl op het moment dat ik dus dat onderzoek deed... dacht ik, ja, maar dit maakt mij zo trots. Ja. Ik heb daar nu totaal geen moeite mee. Terwijl vroeger, toen ik op het College Lyceum zat, middelbare school... ik had alleen maar Nederlandse vriendinnen. Dat was een toneelstukje op school. Omdat het twee werelden waren, weet je? Ja, maar ja, ik bedoel, nu heb je best of both worlds. Zeker, ja, dat gevoel, ja. Ja. Heeft je identiteit bij het opzetten van je bedrijf ook voor obstakels gezorgd? Goeie vraag. Nee. Hadden mensen niet bijvoorbeeld zoiets van... aparte sieraden, maar waar komt dit vandaan? Ja. Of zoiets van, dat is daaraan gelinkt, liever niet? Of... Nou ja. Of past niet in ons plaatje? Nee, daar moet ik misschien een beetje voorzichtig in zijn. Het is wel leuk dat ik erachter kwam dat de grootste doelgroep die mijn sieraden kopen zijn dus Marokkanen en Nederlanders. Ja. Ja. Veel via musea uiteraard, want die kopen dus echt een verhaal. Bijzonder. Dat is echt, weet je wel, dat stukje storytelling. Maar ik vond het zelf heel erg moeilijk. Want toen ik culturele antropologie deed, dacht ik, dit is heel erg interessant. En tegelijkertijd kwam ik achter de tatoeages, dat vrouwen helemaal onder zaten bijvoorbeeld. Ja. Kwam ik achter tradities en gebruiken. Want zij aanbaden natuurlijk bijvoorbeeld goden. Ja. Toen dacht ik, ik begeef me nu misschien een beetje op glad ijs. Want ik ben overtuigend moslim. Ja. En dat is voor mij altijd nummer één. Dus ik noem mezelf ook niet... Sommige mensen denken, ben je dan activistisch? Omdat je zo pro-MSIG bent? Absoluut niet. Nee. Bij mij gaat het echt om de artistieke vorm en weten waar je vandaan komt. Ja. Maar als je zou moeten zeggen van, als je echt zou moeten kiezen... Ik vind die MSIG-tatoeages helemaal geweldig. Ja. Helemaal geweldig. En als het mocht, dan zat ik onder. Ja. Maar omdat islam zegt nee, weet je wel, dan doe ik het niet. Nee. Maar dat was voor me vooral een intern proces voor mij. Van wat ga je kiezen? Hoe ga je dit een plekje geven in je leven? En hoe ga je dit ook uitleggen aan familieleden? Want hoe verwerk jij je identiteit bijvoorbeeld in je werk? Om even een rare vraag te stellen. Zijn het complete sieraden die aangeleverd worden? Of heb jij daar zelf inbreng in? Jazeker. Ja, het leuke aan Stone Stores is dat ik in Nederland in principe helemaal niks doe. Ik doe helemaal niks, want hier ga ik geen inspiratie kunnen halen. Ik boek gewoon een ticket naar Marokko, een enkeltje. En daar begint eigenlijk de roadtrip. Ja. Dus dan heb ik bijvoorbeeld voor de eerste twee nachten een hotel of een riad. Ja. En dan ga ik gewoon kijken, want ik wil geïnspireerd raken. Ik wil mensen leren kennen die ik niet ken. Ja. En het leuke ook is, ik vertel tegen niemand in Marokko dat ik een sieradenlijn heb. Nee. Omdat Marokkanen op het ogen zijn best wel achterdochtig. Ja. Wat ga je ermee doen? Ja, ja. Weet je, wat ga je doen met mijn verhaal? Maar het leuke is, weet je, gewoon met de rugtas. En dan ben ik gewoon geïnteresseerd. En Marokkanen zijn echte verhalenvertellers. Ja. Dus die zijn super blij. Zeker in het zuiden is het altijd wel... Het leuke ook is dat de eerste keer dat ik de roadtrip dacht ik... Oké, ik moet naar mijn ambachtsman gaan. Ik moet schetsen aanleveren, want zo gaat dat. Ja. En hij maakt het. Samples. Maar ook, precies, maar ook met zijn eigen inbreng. Dus ik zeg, ik wil dit. En dan zeg ik altijd, maar Mehdi, kijk jij maar. Ja. Weet je wel? En dan komt hij met iets van, wat vind je hiervan? En dan denk ik, dit is het. Het is echt gewoon een goede 1-2'tje hebben wij. Ja. Dat doet het overigens in Urika. Ja. Maar verhalen dus. Dus zo zie je maar, zonder die verhalen kan ik die schetsen niet maken. Bijzonder. Ja. Wie wil je bereiken met je product?
Nou, er zijn toch wel twee hele belangrijke doelgroepen. De ene doelgroep is met dezelfde roots. Dus de mensen die zeggen, ja, ik ben ook MSIG, maar ik weet heel weinig. Dat ze bijna verliefd worden weer op hun eigen roots en op hun eigen verhaal. Mm-hmm. En dat daar een soort van een trotse identiteit uit voortvloeit. Dus dat is een hele belangrijke. En de andere is, dat zijn mensen die Stone Stories gewoon heel goed begrijpen via het verhaal. Want elk sieraad heeft een verhaal. Dus dan vertel ik, bijvoorbeeld er is een sieraad die in Suira is ontwikkeld. Okay. En de andere in Marrakesh, de andere in Ouarzazate. En dan vertel ik hoe het allemaal zo is ontstaan. Weet elke steen heeft eigenlijk zijn verhaal. Ja, we zeggen ook Stone Stories make it your own. Want het is tijdens de reis, na de reis is het mijn verhaal. Maar op het moment dat je hem koopt, wil ik dat jij je eigen verhaal creëert. En dat... onder de noemer dat wij binnen de Marokkaanse gemeenschap bekend zijn met bruidschat. Ja. Vroeger waren dat dit soort sieraden. Ja. Dus op het moment dat je die sieraden kreeg, dan ging dat over naar de dochters en dan het weer naar de dochters. Dus het was echt een erfstuk wat je had. Erfgoed, Of erfgoed, inderdaad. En die waarde probeerde ik weer via Stone Stories terug te geven. Mee te geven. Ja. Bijzonder, ja. Hoe zoek jij constant vernieuwing in je product? Want ik kan me best voorstellen dat zijn stenen die al van een lange tijd terugkwamen. Ja. Of tenminste, uit het verleden komen. Hoe doe je dat om constant vernieuwing te zoeken in je product? Dat lijkt me vrij moeilijk. Ja. Ja, het gaat eigenlijk heel organisch. Ja. Ik ben sowieso van kleins af aan heel erg geïnteresseerd geweest in mode en kunst. Ja. In welke hoedanigheid ook. En kunst en mode wordt ook ingezet als middel bij Bureau Jan om maatschappelijke vraagstukken te bespreken. Ja. Bijvoorbeeld, we doen het Amsterdam Fashion College in samenwerking met het Van Gogh Museum, waarin we echt letterlijk mode en kunst combineren. Maar het maatschappelijke doel is ondernemerschap. Dat is zelfredzaamheid. Dus al die facetten komen mooi samen. En het leuke is dat indirect ook voor inspiratie zorgt. Voor nieuwe ideeën, met name voor Stone Stories. Ja. Dus we hebben het eerste filmpje al opgenomen. Maar er komt het tweede filmpje van Stone Stories verteld. En dan ga ik letterlijk voor de camera zitten. En dan vertel ik echt het verhaal zoals ik nu doe. Ja. En de verhalen en de mensen die ik ben tegengekomen. Ik geef ze allemaal weer even een gezicht. Ja, is het niet interessant, bedoel, wanneer de vluchten weer allemaal mogelijk zijn, om die mensen ook zelf te interviewen? Zeker. Ja, we zijn nu bezig met Atlas Bridges. Ja. Via het ministerie van Marokko en ook natuurlijk de ambassade onze eerste ambachtsreis te maken. Dus dan gaan creatievelingen echt met ons mee. En dan laat ik echt zien hoe ik te werk ga. Maar via de ministerie gaan wij contact opnemen, ook natuurlijk met ambachtsscholen in Marokko. Dat is echt geweldig. Bestaan die nog echt, die ambachtsscholen? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, echt, je hebt ook echt de ministerie van ambacht. Alleen het stomme aan Marokko is dat ze geen patent hebben op echt handmade spullen uit Marokko. Dus denk aan de Hendira-kleden, de baboes-slippers. Je zou denken, waarom de Ergen-olie? Ja. Alles wordt gewoon geëxporteerd en dat krijgt een eigen naam. Ja. En nu ben ik bezig met samen met Atlas Bridges om te kijken hoe kunnen we het weer vastgrijpen en het ministerie wakker schudden om dat terug te claimen. Ja, dat is best bijzonder. Ja. Heb je naast je sieradenlijn ook nog andere ambities die je zou willen nastreven? Je benoemde het net al, Bureau Jan. Wat zou je met Bureau Jan willen bereiken? Of? Nou, het leuke is dat ik ook sinds een jaar, nu ga ik even iets verklappen, ben ik sowieso me heel erg bezig gaan houden met NGO's en met vluchtelingenwerk. En dat komt omdat, ook binnen mijn vriendenkring zijn er wat ongedocumenteerden en mensen die wel statushouders nu zijn. En door die verhalen ben ik eigenlijk heel erg geprikkeld geraakt om daar iets mee te doen. Ja. Maar wel weer via de kunsten. En ik heb wat gesprekken lopen, ook met NGO's, om te kijken. En met Amsterdam 750 jaar. Over 5 jaar gaan we 750 jaar Amsterdam vieren. Ja, met het Amsterdamse museum is dat als het goed is. Ja, door heel Amsterdam. Ja. Dus dat is echt helemaal geweldig. Er zijn verschillende partijen actief. En ook met hun ben ik nu bezig om een project op te zetten waarin wij eigenlijk die onzichtbare gezichten zichtbaar gaan maken. Want de problemen onder de ongedocumenteerden is eigenlijk nog echt veel erger dan we denken. Ja. Het draait niet alleen maar om niet een papiertje te hebben, maar door die persoonlijke verhalen ben ik zo geraakt dat ik dacht,
ik moet daar iets mee gaan doen. Dus we zijn achter de schermen heel erg aan het kijken. Nou, straks nu ook met Amsterdam 750 jaar. Hoe kunnen we echt krachten bundelen om die groep op een artistieke manier, want dat verdienen ze ook, zichtbaar te maken. Ja, dat ze betrokken zijn ook bij Amsterdam. Ja. Ja, het is een hele mooie uitdaging. Stap in de kinderschoenen. Ja. Super. Dankjewel, Fatima. We gaan nu naar de straat praten. We gaan jongeren op straat vragen wat hun vinden over identiteit. Ik zou zeggen, blijf kijken. Wat versta jij onder identiteit? Al verschillende culturen. Iedereen moet zich, gewoon je leeftijd, gewoon afkomst, et cetera. Iemand hoe oud hij is, zijn cultuur, van wat voor omgeving hij komt, leeftijd, dat. Hoe draag jij je identiteit uit? Ja, ik ben gewoon door mezelf te zijn, dat is het gewoon. Dus hoe ik er zelf mee omga, iemands identiteit gewoon, zijn nationaliteit, zijn leeftijd, dat is het gewoon, Word je ook wel eens benadeeld vanwege je identiteit? Nee, niet echt. Tenminste, ik niet. Verschillende andere mensen wel, maar ik zelf niet. Nee, ik ben zelf nog nooit benadeeld door mijn identiteit. Maar ik weet wel dat er mensen worden gediscrimineerd hier in Nederland. Ook gewoon door heel de wereld. Vooral met dit gebeuren van Black Lives Matter. Ik vind het eigenlijk wel een beetje stom voor die mensen. Maar ik hoop voor ze dat het snel voorbij is. Bepaalt kleding ook een deel van je identiteit? Nee, niet echt. Ik vind dat iedereen mag dragen, doen wat hij wil. Niet bij mij, maar ik heb wel vrienden van me die bijvoorbeeld een trainingspak krijgen, maar die worden vaak gelijk bestempeld door mensen. Dat ze gewoon een mening over hun krijgen. Dat ze gewoon een mening van hun krijgen. Maar over mij, ik heb dat nog nooit meegemaakt, nee. Nou, welkom terug. Hoesijn, zou jij je ook kunnen voorstellen aan onze volgers? Ik ben Hoesijn Suleiman. Ik ben 31 jaar. Ik ben een van de drie oprichters van het Amsterdamse kledingmerk, label Daily Paper. En ik ben geboren in Somalië en opgegroeid in Herugowaard. En sinds mijn 17e woonachtend in Amsterdam. Ik zie Amsterdam wel gewoon echt als mijn thuis. Ja. Ja. Want je bent als vluchteling op 2-jarige leeftijd hier naartoe gekomen met je ouders. Nou, fast forward ben je nu een van Nederlands meest succesvolle ondernemers in de modebranche. Zou je eigenlijk wat meer kunnen vertellen over de weg die jij eigenlijk hebt afgelegd? En volgens mij is het ergens begonnen. Ja. Met een site, als het goed is, toch? Of met muziek? Ja, dus ik denk op mijn 17e verhuisde ik dus naar Amsterdam. En net daarvoor begon eigenlijk mijn proces om eigenlijk meer te weten komen over wie ik eigenlijk ben. En waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid in Herugowaard en dat is best wel een relatief witte omgeving. Ik was de enige gekleerde voetballer uit mijn voetbalteam. We gingen naar we voetbalden in Schagen, Castricum, Alkmaar. We hebben gewoon de omgeving Den Helder. Ja, ja. En dan moet je een beetje afvragen gewoon van hoe het is voor zo'n jonge jongen. Daarin begon eigenlijk een beetje mijn proces om meer te weten te komen over wie ik zelf was. Eerste plek waar ik eigenlijk terecht kom, waar ik meer mensen tegenkwam van mijn eigen cultuur, was in de moskee. Dus ik ging naar een Marokkaanse moskee. Dus daar merkte ik wel dat ik in ieder geval die behoefte van we hebben dezelfde religie, we hebben iets wat we samen in het weekend doen. Ja. Mijn witte vrienden dus niet komen. Ja. En dus dat kan ik met hen delen, maar dat kan ik niet met andere mensen delen. Maar ik had nog niet echt een plekje waar ik het kon delen over het land waar ik vandaan kom, onze tradities, et cetera. Ja. En dat werd mij eigenlijk best wel weinig verteld in mijn opvoeding. Het was niet zo dat het zo was van, ga maar even zitten. Dit is waar je vandaan komt. Ja. Weet je, dit is jouw historie, et cetera. Dat was er dus helemaal nooit. En tot de dag van vandaag ook nooit geweest. Nee. En dus hoe ik eigenlijk
opgroeide. Dus ik ben nu 17, ik kom naar Amsterdam wonen. Wat trok je aan Amsterdam? Amsterdam. Zeker op je 17, hè? Dat is op een hele vroege leeftijd. Ja, ik woonde. Oké, dus ik heb 8 broers en zussen. Mazzallah. Ja, dus. Ja. En nu zeg ik mashallah, maar destijds was het gewoon. Ja. Nee, dat vond ik niet chill. Ik was best was wel een volle huis. Ja. En weinig privacy. Dus ik was altijd buiten. Echt letterlijk. Ja. Gewoon. Ja, ik ben opgevoed door de straat eigenlijk. Ja, gewoon, dat is het eigenlijk wel. Gewoon, en daar heb ik echt heel veel verschillende culturen... invloeden van veel verschillende culturen gehad in mijn opvoeding. En ik wist wel dat ik heel vroeg eigenlijk al op mezelf wou gaan wonen. En Amsterdam trok me heel erg aan, omdat ik merkte... Ik ben wel echt oplettend in mijn omgeving. En ik merkte dat in dorpen vaak mensen heel erg bekrompen denken... over wat je kunt zijn, wat je kunt worden. Maar ook vooral hoe je je moet gedragen. En hoe groter de stad is, hoe meer mensen je gewoon... meer individualistisch laten zijn. Dat merk ik nu helemaal. Ik woon nu tegenwoordig in New York. Ja. In New York heb je dus echt mensen... Nobody cares. Nobody cares wat je doet. Ja. Hoe je in het leven staat. Echt, je mag echt gewoon jezelf zijn. Woon je in een dorp als Heergewaar, dan zegt ze, wat skateboard jij? Ben je wit of zo? Weet je toch? Ben je vakker? Ja. En wat draag je zulke broeken? Weet je? Dat is gewoon heel snel. Sociale controle. Ja. Heel sociale controle. Het is een stukje tunnelvisie. Heel erg tunnelvisie. Ja. En ik merkte wel dat ik daar... gelukkig, dat ik daar heel snel afstand van nam. Dus gewoon de herd thinking. Gewoon van, we moeten allemaal zo zijn. Ik herken dit heel erg vanuit mijn verleden ook. Ja. In de tijd dat ik nog actief was, zeg maar, muzikaal... toen toerde ik eigenlijk over de hele wereld. En ik kom natuurlijk in aanraking met heel veel mensen. En dan kom je weer terug in een, in dat geval een dorp. En ik kon bepaalde dingen gewoon niet bespreekbaar maken... bij bepaalde leeftijdsgenoten of mensen waar ik mee omging daar. Omdat ze het gewoon niet zouden begrijpen. Of ze zouden zeggen van ja, het zal wel. Weet je wel? Omdat je toch merkt dat er een soort van beperking zit. Dus ik herken heel erg wat je eigenlijk zegt. Ja. En het lijkt me ook best moeilijk, want... is dat ook misschien de urge dat je zoiets had van... ik moet hier weg uit... Ik merkte gewoon heel snel dat wat andere mensen om me heen leuk vonden... ik niet leuk vond. Mm. Ja. Ik vond het gewoon niks om elke keer bij dezelfde snackbar te staan. Precies. Ik vond het gewoon, dat vond ik gewoon echt niks. Ik zei van, joh, we moeten dingen doen. We moeten gewoon bewegen, weet je. Er zijn plekken waar we naartoe kunnen gaan. En het is niet alleen hier. En dus ik ben eigenlijk op mijn 17e ben ik weggegaan. Ik had geluk dat mijn broer in Amsterdam woonde. Dus ik kon gelijk bij hem intrekken. Hij woonde op de Marktstraat. Nee, dat is handig. Tegenover de Melkweg. Weet je? Dus het was al gelijk van... En daar zag ik al... Het ging al een stap verder dan Heergewaard. Dus er waren meer mensen open-minded. Hip-hopcultuur was groot. En dat is dan wel een wereld waar ik me heel snel thuis voelde. En ik wou hier... Ik dacht dat ik... Ik wou hierover schrijven. En dus ik begon, denk ik, op mijn 20ste zoiets... begon ik een blog samen met een aantal andere vrienden. Dat heette Daily Paper. En daar schreven we dus over. Dus zo is dat echt ontstaan. Ja. Dus wij schreven dus echt gewoon. Bestaat die site nog? Tenminste, los van de kleding. Nee. Is het niet iets wat je terug zou willen brengen? Jawel. Het is een beetje, de focus is veranderd. En de manier van hoe we verhalen vertellen is veranderd. Maar ik wil wel nog wel een keertje nog helemaal teruggaan naar het echt gewoon weer interviewen van mensen. Hun verhalen te delen. En ruimte geven op onze platform. Ja. Maar wat ik cool vond van die periode was... ik leerde heel veel mensen kennen. Ja. En niet op een manier van... ik heb je vorige week ook in een Melkweg gezien. Weet je, je bent er vandaag weer. Hey, alles goed. Het is nu echt van... ik vind het heel tof wat je doet. Ik zie dat je bezig bent met kunst. Ik kan een keertje bij je langskomen om een keertje wat over je te schrijven. Ja. En dan ga je naar iemands atelier of naar iemands studio. Ja. En dan leer je... iemand anders een verhaal kennen. En daar schreven we dan over.
En zo leerde ik door andere mensen te interviewen en door met andere mensen door interesse te tonen. Mensen werk, leerde ik ook steeds meer. Oh ja, dit is eigenlijk wat heel tof. Ja. En je hoort andere mensen hun verhalen en dan denk je van, hè, hun zijn eigenlijk ook met niks begonnen. Ja. Het kan gewoon. En dat inspireerde mij en ik denk ook mijn vrienden op een gegeven moment te zeggen van, hey yo, dat kledingding, misschien moeten we daar gewoon een, misschien moeten we daar wagen. Ja. Ja. Want wat versta jij onder identiteit en hoe belangrijk is identiteit voor jou? Wat ik versta op identiteit, ik denk een reflectie van jezelf. Ik denk dat dat heel erg is. Want het is ook heel erg misunderstood, denk ik, identiteit. Ik denk dat het voor, als we praten over de Somalische identiteit. Ik had een interview gedaan in Trouw. En toen zei ik ook van, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet spreken voor Somalische jongeren. Ik wil gewoon spreken voor hoe zijn. Ja, precies. En want dat is precies hoe ik het zie. Ja. Want hoe ik bepaalde dingen heb ervaren en hoe andere personen iets heeft ervaren, kunnen twee hele verschillende manieren zijn. En hoe ik mijn cultuur ervaar en hoe iemand anders zijn cultuur ervaart, is ook heel erg anders. Zelfs de Hoesijn, denk ik, vanuit Heerhugowaard en de Hoesijn uit Amsterdam, die verschillen eigenlijk al van elkaar. Verschillen heel veel. Ja. En ik denk, hoe meer je leert over het leven, over de wereld, hoe eigenlijk steeds jouw mening verandert. En dat moet ook zo zijn. We horen niet altijd standvastig te blijven houden aan één perspectief. Dat merk je nu eigenlijk ook gewoon in de hele kwestie wat er nu gaande is. Ja. Hoe jij vroeger over iets dacht, betekent niet dat je er vandaag zo over moet nadenken. Nee. Zeker als er andere feiten zijn gepresenteerd of andere meningen. Absoluut. En zo sta ik er eigenlijk wel in wat identiteit is. Ik denk dat het een ever-evolving thing is. Yes. Ja. Absoluut. Ja, vooral sociale identiteit, hè, heeft heel erg te maken met het contact wat je met mensen hebt. En je had het net over, ik wil niet spreken over de Somaliër. Dat heeft te maken met etnische identiteit. En etnische identiteit zegt helemaal niks over de karaktereigenschappen van een heel bevolkingsgroep. Weet je deelt geschiedenis, cultureel erfgoed, maar daar stopt het. Precies. Weet je? Dus ik ben ook heel erg anders dan mijn broers en zussen. Ja, bijvoorbeeld. Zijn die bijvoorbeeld wat meer traditioneel? Sommigen wel, sommigen niet. Ja. Weet je, we hebben echt alles over het hele spectrum in ons gezin. En dat vind ik mooi. Want we zijn wel allemaal opgevoed door dezelfde vader en moeder. Want even in de lijn van de 8 broers en zussen. Ja. Waar kom jij ergens precies? Ik ben precies in het midden. Dus ik heb precies in het midden. Ja, dus je krijgt ook. Ik heb 4 oude, 4 jongen. Ja. En merk je dan ook een verschil bijvoorbeeld bij de oudste? Dat die misschien een stukje meer traditioneler is? Precies. Dus je kan gewoon, het is echt gewoon, de spectrum is gewoon helemaal zo. Ja, toch? Ouder, weet je. Ja. Ja, heel bijzonder. Het ligt ook aan hoe je bent opgegroeid, hè? Ja. Ik ben opgegroeid ik was 2 jaar toen ik in Nederland kwam. Ja, in Heerhugowaard. En in Heerhugowaard. Ja. En mijn ouders spraken toen alleen maar Somalisch. Ja. Dus ik ben heel erg in de Somalisch opgevoed, precies, in mijn opinie. Ja. Maar als ik kijk naar mijn jongste broertje, die net 18 is geworden, die hier is geboren. Ja. Mijn ouders spreken toen al Nederlands. De voertaal is Nederlands. Ja. Zij weten al van schoolfeestjes. Ze weten al van al die dingen. Ja. Ze hebben al wat meegemaakt. Ze hebben al een beetje meegemaakt. Maar ook broers onderling praten misschien wat meer Nederlands met elkaar. Inderdaad. Ja. Dat is ook natuurlijk een want hoeveel verschil zit er tussen jou en de oudste bijvoorbeeld? Geen idee. Ik weet wel, hij is nu volgens mij 38, dus 7. Oh, ja, 7 oh, 8, dus mee? Volgens mij 38. Misschien geef ik hem nu een compliment. Ja. Hey, wat voor rol speelt identiteit in jullie kledinglijn, Daily Paper? Een hele grote rol. Ik denk dat wij zijn destijds begonnen, omdat we kwamen, dus mijn 2 partners zijn Jefferson Osei, die komt uit Ghana, geboren in Nederland. Okay. En Abdurrahman Trafsini, van Marokkaanse komaf, geboren in Amsterdam. Hm. En wat wij eigenlijk wel merkten heel, heel vroeg, toen wij begonnen met het maken van kleding, is dat het mooiste kunst, al wil je kunst authentiek maken, zo authentiek mogelijk, dan moet het een reflectie zijn van jezelf. Mooi. En
En ik merkte wel dat ik heel veel wist over wat mij werd geleerd op school, over de historie van het Romeinse Rijk, het Griekse. Alles eigenlijk. Ja. Weet je, hoe de Verenigde Staten, weet je, de kolonisatie van Nederland. Daar leren we ook een klein beetje van. Ja, maar helemaal niks over wat gebeurde er nou in Ghana destijds. Wat gebeurde er in Marokko destijds? In Afrika. En wat gebeurde er in heel Afrika? Ja. En een van de rijkste culturen en eigenlijk identiteit, denk ik. Ja, precies. Maar had ik het over Afrika toen ik jong was, dan schaamde ik me heel snel. Dan was het de Jeugdjournaal en dan ging het over wat er in Darfur gebeurde. Derde wereld. Het werd de derde wereld. Het werd gewoon eigenlijk een soort van als een failed continent. Precies. Dat was het. En elke keer als het over Afrika ging, was het over het negatieve. Ja. En als die televisie in de klas kwam, toch, dan was iedereen altijd blij, toch? Yes, we gaan televisie kijken. Ja. En ik altijd gewoon hopen van, laat het Jeugdjournaal niet over zoiets gaan vandaag. Ja. Want het heeft wel impact op je identiteit. Tuurlijk, dus op je zelfbeeld, over hoe jij over... Als je niet met trots naar je eigen cultuur kunt kijken, dan... Dan heeft het wel echt wel impact over... Impact op hoe je je ontwikkelt. En sommige mensen willen zich dan juist afzetten tegenover waar ze eigenlijk vandaan komen. Ja, die willen dan meer gaan integreren. Die zeggen, ik ben Nederlander, et cetera, et cetera. Ja. Dat is ook cool. Maar het heeft vaak te maken met misinformatie. Eens. En ik denk dat als wij meer verhalen horen over waar we dus echt vandaan komen, de rijkdom van onze culturen, en juist echt onze cultuur echt leren en omarmen. Ja. Dan kan daar een deels van trots in zitten. En dat gingen wij destijds doen. We wouden eigenlijk Daily Paper gebruiken als een manier, een vehicle als het ware, om meer te leren over Afrikaanse culturen. Wow. En daar begonnen we dus mee in Abdurrahmanes achtergrond in Marokko te onderzoeken. Hetzelfde geldt met Jefferson. En daar die verhalen daarvan te vertellen door middel van onze kleding. Ja. Naartoe te reizen om onze campagnes daar te schieten. Mm-hmm. Ja. Te werken met lokale mensen. Ja. En zo veranderde onze wereldbeeld heel snel. Dus over de afgelopen 8 jaar... Is dat alleen maar sterker geworden dat wij trots zijn over waar wij vandaan komen. Ja. Daily Paper heeft zich in de eerste paar lijnen van het merk sterk uitgedragen als het gaat om de Afrikaanse identiteit. Ja. In kleur, in stijl, is wat ik voorbij zag komen. Hoe is dat nu? Hou je nog steeds vast aan die Afrikaanse invloeden? Ja, zeker. Maar op verschillende manieren, hoe ze dat op verschillende manieren vertaalt. We hebben het ook heel vaak over de diaspora. Ja. Want soms vroeg me af van, wat is de Somalische identiteit nou precies? Mm-hmm. En hoe ontwikkelt zich dat? Het is niet, je kan kijken naar hoe het vroeger was. Je kan kijken hoe het nu was. En je kan kijken hoe het in de toekomst zal zijn. Hoe het nu is bijvoorbeeld, is er wonen bijna meer Somaliërs buiten Somalië dan in Somalië zelf. Wauw. Daar ontwikkelt zich ook een nieuwe cultuur. Ja. Dat niet hetzelfde is als de cultuur in Somalië zelf. Nee, en daar proberen wij ook naar te kijken. Het is, we kijken naar bijvoorbeeld grote Ghanese communities in West-Europa. Oh. In Londen. Maar ook bijvoorbeeld Marokkaanse communities die nu in Nederland wonen. Ja. Parijs. Die in Parijs wonen, et cetera. En dat is wel altijd ever evolving. Ja. We praten gewoon... Het is heel, heel bijzonder wat je zegt. Ik ben bij een organisatie geweest in New York, Iva Tayo. Ja. Dat zit in Brooklyn. En dat is een organisatie wat zich heel erg richt op de kinderen die daar opgroeien. Maar ze willen ze heel erg focussen op de Afrikaanse roots waar ze vandaan komen. Oh, ja. Dus ze krijgen allerlei workshops mee, heel veel invloeden. Ze hebben ook bepaalde dagen waar ze dus bepaalde dagen organiseren dat ze echt de Afrikaanse cultuur als een soort van vieren. Ja. Dat ze ook trots mogen zijn op hun achtergrond of op waar ze vandaan komen. En je merkt dat daar, ja goed, er zitten daar generaties die al Afrikaans zijn, zeg maar. Ja. En er zijn ook gewoon echt Afrikanen die misschien net in het land zijn komen wonen. Maar het is heel bijzonder om te zien dat daar ook een soort van cultuur ontstaat. Ja. En dat ze als het ware als zesde generatie Afrikaan nog steeds trots kunnen zijn op hun Afrikaanse invloed, zeg maar. Ja.
Ik las in een interview van jou in One World, waarin je zelf zei dat je jezelf analyseerde waarom je bepaalde kleding wel of niet zou dragen. Ja. Betekent dat al de kleding die je maakt jezelf ook zou dragen? Niet per se. Ik denk dat ik... Ik heb heel vaak wel een binding met de verhalen die we vertellen door onze kleding. En daardoor vind ik het juist extra cool om het te dragen. Omdat ik weet wat het achterliggende verhaal of de Easter eggs erachter zijn. Ja. Maar ik denk niet dat alles voor mij is gemaakt. Nee. Om een goed voorbeeld te geven. Ik bedoel, de invloeden die komen voornamelijk uit Afrika. Ja. Maar merk je ook dat de blanke mensen, om het zo te zeggen, die lopen af. Ook heel veel in Daily Paper. Ja. Terwijl ze eigenlijk niet veel hebben misschien met Afrikaanse invloeden. Maar toch prikkelt het ze om... Merk je daar ook een verschil in van? Zijn er bijvoorbeeld heel veel Afrikaanse... tenminste, de Afrikaanse doelgroep die het wil dragen? Of zijn het ook... Of is het eigenlijk... Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met de authenticiteit. Ja. Ik droeg vroeger skatebrands voordat ik skate. Ja. Ja. En dat draag ik dan omdat ik dan vind, het is echt authentiek. Ja. Weet je, het staat voor dit. Ja. Maar hetzelfde geldt met het, alle merken die geen Daily Paper zijn, wat zij uitdragen. Of nou, ik heb nog nooit polo gespeeld, weet je, maar ik wil wel polo Ralph Lauren dragen. Omdat het iets authentieks uitstraalt voor hun doelgroep. Ja. En hun doelgroep loopt er ook nog echt in. Ja, klopt. En hetzelfde geldt met ons. Ik denk, de mensen voor wie het maken is niet één persoon. Het is letterlijk, wij vertellen ons verhaal. En wie dat interessant vindt en wie dat mooi vindt, die koopt het. En niet iedereen koopt het vanwege dezelfde redenen. Sommige mensen kopen het omdat ze het verhaal heel tof vinden. Sommige mensen kopen het omdat ze de kwaliteit-prijsverhouding heel goed vinden. Ja. Sommige mensen kopen het omdat een jongen uit hun klas die ze heel tof vinden, het draagt. Dit kan echt van alles zijn. Ja. Ja. Maar wat ik wel weet is, om de brand continuïteit te geven, moeten we altijd werken vanuit onze gut feeling. En dat is toch wel echt onze identiteit te vertalen. Ja. En de verhalen van Anna nu te vertellen. Ja. Daily Paper wordt nu verkocht bijna in 200 verkooppunten over de hele wereld. Ja. In meer dan 29 landen. Hoe voorkom je dat je identiteit van je kledinglijn niet verloren gaat tussen alle andere kledingmerken in de winkels? Zo, ja, ik denk dat het nog steeds iets wat wij constant naar op zoek zijn. Ja. Het begint eerst met de selectieprocedure. Niet iedereen mag zomaar als kleding verkopen. Oké. Okay. Mm-hmm. En dat monitoren jullie zelf ook echt? Ja. Het is niet zo van dat je komt... Je moet een keertje onder onze comments lezen. Ja. Dan zie je vaak retailers. Hey joh, ik heb jullie al 10 mailtjes gestuurd. We willen graag jullie kleding verkopen. Ja. No answer. No answer. Omdat als ik echt iedereen moet gaan beantwoorden over... Is niet te doen, hè? Is niet te doen, maar ook gewoon... Ergens moet je de excessiviteit bewaren. Eens, ja. En je moet juist wel werken met like-minded mensen. Ja. Het zijn 29 landen, maar er zijn wel mensen die direct naar ons toe komen. Die een presentatie geven wat voor kleding ze verkopen in die winkel. Welke andere merken. Ja. Wat voor ruimte we krijgen in die winkel. Ga je dus ook zelf inderdaad naar zo'n winkel toe om ervoor te zorgen dat jouw stukje waar jouw kleding wordt verkocht ook... dat zie je bij sommige bedrijven. Dat ze echt gewoon zoiets hebben van... luister, hier wil ik absoluut niet staan. Ja. Ik wil dat de kleding zo wordt gehangen en zo wordt gehangen. Dat hebben we ook. Ja? Ja, echt compleet tot naast welke merken staan. Precies. En dan moeten we ook blijven monitoren. En dan heel veel merken zeggen dan van... ja, maar wie zijn jullie dan? Weet je toch? Ga je dit een beetje lopen ijs? En dan zeg je, oké, cool, maar het hoeft niet. Ja. Het hoeft echt niet. Nee. Weet je? Wij groeien gewoon op ons eigen tempo. En als jij... in onze visie gelooft, dan let's go. Heb je ook niet zoiets dat als je het bij een retailer neerlegt... voor de jongeren thuis, retail, dat zijn andere winkels... dus niet je eigen winkel, maar andere winkels die jouw product verkopen... dat je ook een stukje controle kwijtraakt? Want je geeft aan natuurlijk, je doet wel controle. Maar ik kan me voorstellen dat als je 200 verkooppunten hebt, bijvoorbeeld... dat het vrij lastig is om alles te kunnen blijven monitoren...
weet je, of hoe ze ermee omgaan. Of je ziet dat sommige brands bijvoorbeeld hun eigen kleding stores hebben. Jullie hebben ook jullie flagships stores. Daar heb je het natuurlijk echt voor het zeggen en kan je het zelf zo indelen. Ja. Willen jullie nog meer hiermee zeg maar gaan werken met die flagship stores, dat jullie meer gaan openen om daar wel meer controle over te hebben? Ja, ik denk al ga je werken als wholesale, dus als je met andere retailers werkt, zodra je dat doet, het heeft het kan soms positief effect hebben, ja. Maar het heeft ook negatieve dingen. Het positief effect is dat je heel snel eigenlijk wereldwijd verkocht kan worden. Mm-hmm. Daarnaast kan het werken aan je, zeker als je heel strak bent met je selectie van welke andere retailers jouw spullen mogen verkopen, yeah. Dan kan je ook heel snel aan je perceptie van je merk werken. Mm-hmm. Dus je kan het in een bepaald segment qua positionering neerzetten. En heel veel mensen raken daardoor in aanraking met je kleding. Waar ze het normaal gesproken niet zouden. Precies, ja. Dat is dan zo'n voordeel, toch? Ja, dat is een voordeel. Ja. Negatief is er wel gewoon van, je hebt niet zoveel controle dat je zou hebben over je eigen winkels, et cetera, et cetera. Maar ja, dan moet je tegenover elkaar afwegen. Ja. Wij weten wel dat wij hebben destijds dus voor gekozen om privately owned te blijven, dus zonder investeerders. En dat is een keuze geweest, omdat wij gewoon het liefst gewoon onderling alles willen bepalen. Controle. Controle. En daarin hebben we ook wel een route in ons hoofd afgelegd, dat als we eenmaal zo groot zijn en als we eenmaal, hoe groter we worden, hoe meer eigen winkels we gaan openen. Mm-hmm. En daar heb ik al eerder aangekondigd dat we ook in New York nu een winkel gaan openen. Ja. Dat is nu iets uitgesteld vanwege de heilige stad van de wereld. Ja. En, maar inshallah, dat zit er nog steeds aan te komen. Maar daarnaast, en we hebben ook al die winkel die daarna open moet. Weet je, de contract is ook al getekend. Dus het is. Het gaat door. En dat is wat uiteindelijk wat wij willen gaan doen. En uiteindelijk willen wij dat bijna alles wat je van Daily Paper koopt, zoveel mogelijk in onze eigen winkels of in onze shops bij de Palmer Stores wordt verkocht. Ja. Waarin we ook ons eigen personeel kunnen neerzetten. Dat is ook een stuk identiteit. Ja, precies. Ja, heel bijzonder. Je benoemde het net al, je woont nu in New York. De reden daarvan is omdat jullie daar ook een winkel gaan openen. Ja. Hoeveelste winkel wordt dit voor Daily Paper? Dit was de derde eigen winkel. Eerste winkel buiten Nederland. Ja. Oeh, spannend. Ja. Maar wel, dat is echt de reden waarom je naar New York bent verhuisd. Mag ik dat vragen? Ja. Wat goed. Ja, ik wou het wel altijd, maar ik zou het nu altijd wel terug. Ja. Nu heb ik gewoon een goede reden. En ik ben dus daar eerst gekomen, niet om gewoon, ik ga nu een winkel openen. Ja. Ik ben eigenlijk eerst daar gegaan als ontdekkingsreiziger. Om te kijken wel of er überhaupt ruimte is voor een Daily Paper-achtige store in New York. En een beetje onderzoek te gaan doen. Toen ben ik uiteindelijk teruggekomen naar Nederland. Ik zei gewoon tegen die boys van, yo. Moeten het doen. Die moeten we gewoon doen, man. Ja. Waar komt het in New York? Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het is in downtown Manhattan. Het is in een gedeelte dat heet de Lower East Side. Ja, Lower East. Dat is op zich best een arme buurt, toch? Ja. Het is, je hebt de Lower East Side. Dat vroeger een van de grootste projects van heel New York. Maar zoals je eigenlijk ziet met gentrification everywhere in the world, is daar zijn uiteindelijk heel veel van de kunstenaars naartoe verhuisd. En de mensen die eigenlijk niet, weet je, Midtown Manhattan konden afforden. Ja, precies. Ja. En in 1994 had Supreme dus een winkel geopend op Lafayette. En daaromheen zijn uiteindelijk heel veel like-minded brands gekomen. Kit, et cetera. Dus die zitten nu ook allemaal in downtown Manhattan, in die gedeelte. En toen ik kwam, mijn Airbnb die was in Lower East Side. Ja. En ik heb echt gewoon elke straat daar gelopen. En het leek alsof dat gedeelte nog niet helemaal af was of zo. Maar het is nu wel aan het opkomen. Het is aan het opkomen. Inderdaad. Maar kijk vooral waar onze doelgroep, die vindt het niet erg om een paar staartjes verder te lopen. Ja.
om voor ons specifiek product. Want wat wij ook hadden gedaan in Amsterdam, onze eerste winkel was op de Beeldendijkstraat. Dus dat was ook niet in het centrum, terwijl we ook de keuze hadden. Wij kennen Amsterdam heel goed. Ja. We hadden ook de keuze om in het centrum in een kleine pand te openen. Ja. Maar wij hebben uiteindelijk gekozen om in de Beeldendijkstraat in een grotere pand te zitten. Ja. Want wij wisten dat de eerste gedeelte, de eerste mensen die DDP kochten of moesten kopen, die komen hier vandaan. Ja. Maar die moeten ook gewoon weten wat ze aan het kopen zijn. Ja. Ja. Ik wil niet dat iemand langsloopt en denkt van, oh ja, het ziet er wel cool uit. Laat me naar binnen gaan iets kopen. Ja. De mensen die DDP kochten in het begin, dat waren mensen die het verhaal heel goed kenden. Wow, vanaf de blog waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. En die kochten het. En dat zijn onze eerste ambassadeurs. En als iemand hen vroeg van, hé, wat draag je? En dan konden ze het heel goed vertellen. En dat heeft ons enorm, dat heeft ons enorm geholpen. Ja. Merk je het ook aan het toerisme die bijvoorbeeld naar Amsterdam komt? Die jullie opzoeken? Komen ze jullie bijvoorbeeld specifiek opzoeken? Ja, overal vandaan. Je ziet ze altijd gewoon in een Uber of op een Google Maps. Niet waar. Ik woon boven de winkel, dus ik zie het altijd. Dus ik zie het altijd. Daily paper. Ja, precies. Ja. Oh ja, je ziet ze. Maar soms zie ik ook gewoon jongens uit het zuiden of noorden van Nederland komen. Denk van, oh, dit is er eindelijk zijn. En ik van, ik heb gelopen vanaf Centraal Station. Maar dat doet wel wat met je, toch? Ik bedoel, zit je daar in je woonkamer en je ziet ze allemaal gebeuren dat je denkt. Ja, ik vind het keihard, want toen wij onze winkel openden, was het. Ik wist nog dat er dagen waren dat er niemand kwam in de winkel. Ja. Weet je, en dat we elkaar wel gewoon een beetje moesten op. Het gaat goed komen. Ja, precies. Ja, ja. Ons kantoor was toen achter de winkel, omdat we de hele winkel nog niet kunnen vullen. Dus wij werkten vanuit achter. Ah. En er was gewoon sommige dagen gewoon 0 euro omzet. Ja. En ik van, kut, weet je, hebben we fout gemaakt, gaat het wel werken? Ja. En nu, alhamdulillah, man, we kunnen gewoon, we kunnen. Nu kan niet elke dag zijn er mensen, weet je, dat is keihard. Ja, ja, ja. En die komen overal vandaan. Ja, precies, maar wat je ook zei, dus ook vanuit Drenthe of Brabant. Ja, dit weekend was zo'n jongen. Vroeg ik, waar kom je vandaan? Ja. Hij zegt, Friesland. Ik zei, wat ga je doen? Hij zei, ik ga weer terug. Ja. Ik zei, wow. Ik zeg, joh, je bent helemaal vanaf Friesland gereden. Ja. Afsnijdijk, alles gepakt. Naar Amsterdam gekomen, naar de winkel, iets te kopen. En dan ga je weer terug. Maar dat zegt wel wat over de identiteit van Daily Paper. Dat het zeg maar zo sterk is. Ja. Dat iemand in Friesland, in de Achterhoek, om het zo te zeggen. Ja. Zegt nog steeds ermee, dat hij nog steeds een affiniteit ermee kan hebben. Ja. Ik bedoel, dan is mission accomplished. Zo, echt wel? Ja, in Nederland. In Nederland. Ik merk bijvoorbeeld, in Amerika begint. Is Daily Paper bijna een luxe, omdat het natuurlijk nog niet overal te verkrijgen is. Want, hebben jullie bijvoorbeeld retail shops waar jullie nu mee werken in New York? Nee, alles gewoon. Heel slim. Nee, we beginnen gewoon gelijk met die winkel. Ja. Maar ik vind het wel interessant, want net zoals een Cardi B, die dan de kleding ontvangt en wil dragen, die vindt het heel speciaal. Ja. Ja. Komt dat denk je ook omdat het gewoon daar niet te verkrijgen is, nog? Ik denk deels. We hebben wat geluk dat haar man een liefhebber is van het merk. Dus die het zelf veel draagt en zelf veel kocht. Ja. Hij kocht het al. Dat was een van de eerste momenten dat ik dacht van, wow, hoe dan? Migos. Weet je, hoe kan dat? Weet je, en hij zit dan in Migos en dat was dan echt in een periode dat ze echt opkoming waren. Hot, ja. En dat hij toen al droeg. Dat vond ik wel heel sick. Yeah. En dus ik denk, het heeft ook weer een andere perceptie over waar het is. Hè? Ja. Ik denk in New York kunnen we het ook heel anders neerzetten. Omdat zij zien meer een compleet product. Terwijl in Nederland heb je onze come-up meegemaakt. Dus je hebt ons meegemaakt van ons, ze hebben een paar t-shirts. En dan, de perceptie is anders. En nu 8 jaar later, kan je een hele collectie zien. Precies. Je kan een hele wereld zien. Ja. Wat je voorheen misschien niet had kunnen zien. Nee. En in New York ziet het gelijk als, het is af. Accomplished. Je benoemde het net eigenlijk al van, jullie willen eigenlijk niet met de investeerders in zee gaan. Ja. Kom je wel op een bepaald punt dat je denkt van, weet je wel, we komen eigenlijk net tekort of moeten we nu wel in zee gaan met de investeerders? Ik denk dat het uiteindelijk ligt eraan hoe groot je dromen zijn natuurlijk. Ja, precies. Hè? Dan kom je er niet aan als je het echt op een gegeven moment wil zeggen van, yo, ik wil
ik wil gewoon mee concurreren met de top der top. Ja. Daar heb je gewoon heel veel extra geld voor nodig. Ja. Marketing-wise. Marketing-wise, ja. Maar ook gewoon... Ja, je moet meer retail locaties, je team wordt veel groter. Ja. Ja. En hoe groter je team wordt... des te meer verantwoordelijkheid. Des te meer verantwoordelijkheid en des te meer geld je daarvoor nodig hebt. En ja, dat is gewoon een vraag die, die wij aan onszelf moeten stellen. Mm. Van, willen we dat? Hoe groot willen we nou eigenlijk worden? Ja. En waar zijn we comfortabel mee? Ja. En ja, op een gegeven moment dan groeit je brand sneller dan dat jij kan produceren. Mm. Ja. Mag ik een vraag stellen? Tuurlijk. Want hebben jullie bijvoorbeeld wekelijks dat jullie even samenkomen? En ik kan me voorstellen, jullie zijn drie totaal verschillende jongens. Ja. En misschien denk jij van, nou, ik wil nog 10 vestigingen in New York. En dat de ander denkt van, nou, weet je, doe maar even rustig aan. Ja. Hebben jullie wel eens discussies daarover? Of? Ik denk dat wij praten eigenlijk de hele dag door. Ja. Dus iedereen weet wel al heel snel wat de stand van zaken is en wat we kunnen doen. Ja. En waar ik echt heel erg veel geluk in mee heb, zijn mijn partners. Ja. Echt, dat is echt een unieke blessing. Ja. Want het kan ook gewoon zo zijn dat we heel anders van elkaar denken. Ja. We zijn ook allemaal zo begaan met het merk en hebben allemaal het beste ervoor over. Ja. Dat wij nooit denken van, hey, laten we onszelf gewoon even flink uitbetalen. Ja, ja. Het is meestal echt gewoon van, yo, laten we nog meer investeren. Laten we terug investeren. We hebben allemaal niet zo heel veel nodig, gelukkig. Nee. En, Ja, dat is een goede manier van denken ook. Ja, precies. Oh, want je kan ook gewoon zeggen van, weet je wel, we gaan die winkel in New York niet openen. Ja. Toch, misschien moeten we onszelf gewoon nu even wennen. Een mooie auto kopen of zo. Precies. Ja, precies. Maar wij hebben allemaal zoiets van, ja. Nee, man. Ja. Weet toch? Nu zijn we relatief jong. Ja. Nu moeten we gewoon door gaan bouwen. Eens. Ja, zeker. Hey, wat is jouw ultieme doel nog met Daily Paper samen met de jongens? Ultieme doel? Ja, dat is meer, zijn meer filantropische doelen. Ja. Ik denk... ik geloof heel erg in... de wereld beter achterlaten dan dat je het hebt aangetroffen. En ook impact maken in mensen hun levens. Mm. Voor, maar wat langer is dan één generatie, maar generaties lang. Dus ik zou mijn uiteindelijke doel met Daily Paper gewoon... Mm-hmm. En het maken van kleding zou wel echt zijn... het productieproces aanpakken in Afrika. Oh, wat produceren jullie? Jullie produceren nu voornamelijk in Europa. Ja. Maar zouden jullie dat bijvoorbeeld echt in Afrika over willen zetten? Dat jullie je eigen productie kunnen opzetten vanuit Afrika? Ja, er komt gewoon met mensen obstakels op dit moment. En we zijn nu niet... Competitief gezien is het makkelijkst om het in Europa te doen. Ja. Dat je snel kan reageren. Je kan open douanes. Je open douanes, et cetera, et cetera. Veilig papierwerk. Inderdaad. Ja. En ook gewoon... gewoon, het gaat gewoon. Het staat er al. Dus je kan er gewoon gelijk in ritsen, als het ware. Ja. Ja. Willen wij het nu naar Afrika verplaatsen, dan zijn we dus niet zo snel als onze concurrenten. Mm-hmm. Kunnen niet zo snel het aanleveren. Ja. Dus ik zou wel op een gegeven moment, wanneer wij wat meer tijd vrij hebben, om te kijken of we misschien zeggen van, oké, we gaan nu onze t-shirts alleen verplaatsen. Ja. Mm-hmm. En dan gaan we misschien onze caps verplaatsen, et cetera, et cetera. Dat wordt gewoon stapsgewijs. Maar dat ook een soort van een nieuwe storytelling begint, hè, bij Daily Paper. Ja, dus precies. Dat jullie echt een soort van return to sender, waar het allemaal mee is begonnen. Ja. Dat jullie eigenlijk voor het volk weer werkgelegenheid biedt. Maar dat je iedereen ook meeneemt in dat verhaal. Ik denk dat je ook weer een compleet andere doelgroep aantrekt. Inderdaad. Giving back to the community. Ja, precies. Ik denk, ik zie gewoon onze productiefacturen, dus hoeveel geld we eigenlijk overmaken aan onze producenten. Ja. En tegenwoordig is die conversatie best wel vaak gaande, toch? Ja. Of je moet wel weten waar je geld aan uitgeeft en aan wie je het uitgeeft. Ja. En want op het moment dat er iets is wat jou stoort in de wereld en geld moet worden opgehaald, krijg je niet van hun. Precies. Nee. Ja. En dus eigenlijk het beste wat je kan doen is wel je eigen economieën opbouwen. Absoluut. Of, en te investeren in mensen met dezelfde soort
principes als jou. Juist, en, ja. Ja, dus, die weer kunnen oppakken. Ja, inderdaad. Ja. Dus het geld moet toch uitgegeven worden. Kleding dat moet toch geproduceerd worden. Ja. Het, dus als er iemand is daar in Somalië, Ghana, Marokko... Ja. Die zegt van, ik zou het heel graag voor jullie willen doen. Ja. Of et cetera. Dan geef ik liever daar mijn geld uit. Nee, precies. Uit. Ja. Hey, ik wil jullie beiden bedanken voor jullie komst en deelname. Dat was leuk. Ik wens jullie sowieso heel veel succes met alles wat jullie doen. Ik vond het een zeer bijzonder gesprek. Bijzondere verhalen ook. Ja, en wij blijven jullie ook gewoon volgen. Yes. Mijn naam is Abby Toensi en dit was Lab 6.